Goedenavond, dit is Van Dienp Live van vrijdag 27 november. De wereld staat in brand, maar er is één sector die daar voordeel van heeft. De defensieindustrie. Ik praat erover met Ron Mulkers en Rico Brigel. Komende zondag is het Formule 1 seizoen ten einde. Jan Lammers en Allard Kalf over de gloriemaanden van onze nationale trots Max Verstappen. Maar nu eerst, helpt de thuiszorg verzuimd. De teruglopende budgetten voor de thuiszorg die leveren gigantische problemen op. De grootste aanbieder van Nederland die is vrijwel failliet. Kunnen we de thuiszorg nog redden? En hoe gaan we dat doen? Gaan we vanavond hier aan tafel oplossen. Dat doen we met André Kok, directeur zorggroep Manna in Twente. Dat doen we met Henk van Gerven, SP, Tweede Kamerlid. En met Liane den Haan, zij is directeur van AMBO. Veel te maken, juist met mensen die met thuiszorg te maken hebben. Ja. Goedenavond. En we gaan het oplossen, toch? Hè? Dat zijn jullie van plan. Zeker. Het is een heel groot probleem, dat weten we ook. En waar het precies uit bestaat, zullen we voordat we met dat verhaal beginnen even kijken naar een nieuwsfragment. Wat is er gebeurd vandaag? Banen van 12.000 huishoudelijke hulpen van thuiszorgorganisatie TSN zijn in gevaar. TSN uit Almelo heeft uitstel van betaling aangevraagd. Tijdens een persconferentie komt het hoge woord eruit. De financiële problemen bij de organisatie zijn te groot. Het is een uiterst trieste dag voor de organisatie, maar ook voor 40.000 cliënten. De topman van TSN weet wel hoe het zover heeft kunnen komen. De oorzaak ligt volgens hem bij de politiek die de financiën moet regelen. Het begint dat gemeenten heel veel tegelijkertijd ineens aan nieuwe activiteiten krijgen en daarvoor veel minder budget krijgen. En het begint dat Den Haag maar heel weinig coördinatie voert over hoe dit gebeurt. En dat leidt tot deze vreselijke situatie. Voorlopig gaat de zorg voor de klanten van de organisatie nog wel gewoon door. Het is nogal wat, hè? De grootste thuisorganisatie vrijwel failliet. We zien trouwens wel aan wie die de schuld geeft. Niet aan zichzelf, wel aan heel veel andere partijen. Meneer Van Gerven, Hoe komt het nou? Waar komt het nou door dat het zo slecht gaat met die thuiszorg? Dat heeft twee oorzaken. Allereerst het feit dat we marktwerking hebben toegestaan, dat de zorg wordt aanbesteed. Nou, dat is ook heel erg aan de hand bij de thuiszorg. En ten tweede, de bezuiniging van 40% die het afgelopen jaar is doorgevoerd voor de huishoudelijke verzorging. En dat is eigenlijk een dodelijke cocktail. Uw achtergrond is arts, huisarts. U weet ook waar u over praat als het over deze zaken gaat. Hoe moet het verder? Wat is voor u de oplossing? Nou, er moet onmiddellijk een reddingsplan komen waar Van Rijn zich mee bemoeit. Kijk, Van Rijn is eigenlijk de brandstichter ook, de aanstichter van het kwaad. En hij moet ook met een oplossing komen dat TSN niet failliet gaat en dat die banen gewoon behouden blijven. Dat is oh, dus komt door de staatssecretaris. Maar de gemeenten hebben zelf geen enkele verantwoordelijkheid? De gemeenten die voeren een bepaald beleid uit wat de politiek landelijk heeft afgesproken. Dat is niet waar wat u zegt, volgens mij. De gemeenten die hebben toch ook wel degelijk, die krijgen een budget, maar die kunnen daar toch ook mee schuiven? En dat is ze worden 40% gekort op de huishoudelijke verzorging. En er zijn enkele gemeentes, onder andere ook waar SP-wethouders hebben, die erin slagen om het twee jaar op te lossen. Wat hebben die dan gedaan? Hoe komt het dan? Overal SP-wethouders had gehad, was er niks aan de hand. Nee, hè? Dan kun je dat 1 of 2 jaar overeind houden. Maar daarna valt het doek. Want je kunt niet jarenlang 40% tekort compenseren. Wat hebben ze in die gemeentes gedaan? Halen ze het geld ergens anders weg? Dus dan wordt er minder gedaan aan het onderhoud van wegen. Oké, dat is uw verhaal. Meneer Kok die wil ook wat zeggen. Die mag zo meteen. Maar eerst mevrouw Den Haan. Want mevrouw Den Haan, als je dit hoort, er zijn verschillende gemeentes. Ik heb u ook al eens eerder daarover gehoord. En volgens mij zijn er inderdaad een aantal gemeenten, ook zonder SP-wethouders, waar het ook goed gaat. Hoe kan dat dan? Er zijn gelukkig heel veel gemeentes waar het heel erg goed heel gaat. Heel veel zelfs. Waar het niet goed gaat, daar is het natuurlijk heel triest. Daar zie je dit soort dingen gebeuren. Er zijn gemeentes die aanbesteden onder de kostprijs. Dat is natuurlijk heel ernstig. En heel veel gemeentes gaan niet echt de dialoog aan met zorgaanbieders om gezamenlijk te kijken hoe kunnen we nou gaan voor kwaliteit. Maar de dialoog aan, hebben ze ook niet gewoon te weinig scherp onderhandeld, ook met het Rijk, als ze zeggen te weinig geld, of met zorgaanbieders, dat ze beter moeten worden in scherp onderhandelen? Ja, dat is denk ik ook heel belangrijk, maar het is ook heel belangrijk, want er zijn gemeentes die met hetzelfde budget het wel goed kunnen doen. Het is heel belangrijk om de dialoog met een zorgaanbieder te hebben om te kijken van hoe kunnen wij kwaliteit van zorg gaan leveren en niet alleen maar uurtje factuurtje en dan voor zo'n laag mogelijke kostprijs. Natuurlijk, maar je zou dus kunnen kijken naar die gemeentes, die vele gemeentes zoals u zegt, waar het goed gaat. En gewoon, kunnen anderen dat dan niet gewoon kopiëren wat zij doen? Ja, dat zou heel fijn zijn. Daar hebben wij natuurlijk ook wel wat moeite mee. Daarvan zeggen we bijvoorbeeld ook tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, neem daar nou een regierol in. Dus bijvoorbeeld een code ontwikkeld, verantwoordelijk marktgedrag thuiszorg.
thuiszorgondersteuning. Tjoe, wij zeggen dat is ook die struikelt er ook elke keer over. Ja. Maar daarvan zou je eigenlijk moeten zeggen, die moet gewoon verplicht gesteld worden. Wat houdt die code in? Die code houdt in goed werkgeverschap, goede kwaliteit van zorg, goed werknemerschap, een faire kostprijs. Dat snappen we allemaal. Dat is goed. Heel belangrijk. Maar gaat er dan nu verkeerd? Wat beter? Nou, bijvoorbeeld een van de gemeentes waar het ook hierover gaat, waar TSN in de problemen is gekomen, die houdt zich dus bijvoorbeeld niet aan die code. Heeft die code wel ondertekend. Maar die code is facultatief, die is niet verplicht. En wij vinden eigenlijk dat. Ze houden zich er niet aan, op welk punt precies niet? Nou, bijvoorbeeld om te gaan praten over een kostprijs die veel te laag is. In dit geval. Ziet u dat meneer Kok die denkt, of ik loop weg of ik moet nu iets zeggen? Hij zit echt te springen. Nou, meneer Kok. Ja, die code die is ondertekend. In Twente heeft een aantal gemeenten die code ook ondertekend. Maar nou, dat wordt netjes. Er wordt rugbereid aangegeven. Ja. Wordt netjes in de bureau gelegd. Maar dat heeft geen enkele koppeling met het tarief wat we krijgen. Dus ja, dan moet je alsnog. Dat zou wel moeten, want er zitten wel een bijlage bij waar die tariefstelling gesproken is. Het tarief is netjes uitgerekend. En dan komt er echt een minimaal tarief uit. Dat is ook echt het minimum wat wij ook echt wel nodig hebben. Maar dan zegt de gemeente, en alle gemeentes in Twente zeggen dan van, weet je wat, u krijgt een x-bedrag voor 4 weken. En voor dat bedrag moet u een schoon huis leveren. En dat is te weinig. Dan hebt u te weinig geld. Nee, er wordt vervolgens gezegd, beste aanbieder, u mag bepalen hoeveel tijd u daaraan besteedt. En dus ook hoeveel geld maar je er dan aan over had. Wat zou er nou beter hebben gekund? In dit geval waarmee we begonnen vandaag. Wat had er dan beter gekund? Wat was dan volgens u de oplossing geweest? De oplossing rondom TSN? Natuurlijk. Goed, TSN heeft een ander probleem. Dat er, die heeft ook relatief hoge werkgeverslasten. De lonen zijn hoog bij TSN. Hebben ze dat verkeerd ingeschat ook? De Raad van Bestuur zou iets natuurlijk kunnen weten, zoiets. Nou goed, dat weten ze al een hele tijd. En ze zijn ook een hele tijd aan het bezuinigen en proberen daar van alles en nog wat aan te doen. Maar zij hebben zeggen achteraf nu, want dan kunnen anderen van leren, dat ze dat te laat hebben gedaan. Dat weten ze al heel lang en dat roepen ze ook al heel lang. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook andere partijen overgenomen die omvielen. En op dat moment, en dan krijg je een heel raar stukje wetgeving. Als je je helpende hand uitsteekt. Ik heb TSN ook gebeld. Ik zei van, kunnen wij ergens helpen in Twente? Ik bedoel, we zijn een grote speler in Twente. Dus kunnen wij of voor cliënten en medewerkers iets betekenen? En dan vervolgens krijg je een wet werk en zekerheid. Waarvan ik zeg, de wet werk en onzekerheid, waar bepalingen in staan. Dat als ik een aantal medewerkers overneem, of nog ineens als ik medewerkers overneem, maar als medewerkers naar ons toe komen, loop ik het risico van extra kosten en een aantal van de opgebouwde rechten die ze hebben gehad bij TSN en de organisatie waar ze daarvoor gewerkt hebben. Dat is echt hopeloos. U wilde helpende hand bieden door deze wet. Ik kan dat niet. Is dat een verschrikkelijke wet, meneer Van Zouwen? Nee, ik denk dat het doel heel goed is dat als mensen overgaan naar een andere werkgever, dat ze hun arbeidsvoorwaarden en hun rechten behouden. Dat is een uitstekende zaak. Ja, in goede tijden, maar u hoort toch? Waar hier het probleem in zit, is dat we hadden eerst de oude wet maatschappelijke ondersteuning. In 2015 is een nieuwe gekomen. Met die nieuwe wet is eigenlijk een wet die van de wet leidt een kant. Waarin een basistarief werd afgesproken. Nee, meneer Vergeert, sorry, maar ik raak echt de weg kwijt. We hebben het nu over deze meneer. Die zegt, ik zit in Twente, ik wil de helpende hand bieden. En er zit een wet die mij verbiedt bijna om dat te doen. Nee, hij kan niet uit met het geld wat hij heeft. Dat is het probleem. Omdat er 40% bezuinigd is. En wat er had moeten gebeuren is dat er een basistarief was afgesproken van bijvoorbeeld 25 euro per uur. Want dan kun jij je personeel fatsoenlijk betalen. Nu zijn er gemeentes die zeggen, 19 euro. Nou, voor 19 euro kun jij, dan zit je onder de kostprijs. Ja, geloof dat meneer Kok toch niet. Dat is een ander punt, meneer Kok. Mag ik zo mijn fout aan? Daar gaat het inderdaad niet over. Nee. Ik wil helpen. Wij hebben 3500 cliënten in Twente. Dus we weten ondertussen redelijk hoe je daarmee om moet gaan. Dat gaat goed. We zijn nu, dit jaar is het jaar van de transitie. Ontzettend veel veranderd. Nou, in Enschede een onderzoek geweest waar de mensen 3 maanden na de transitie alweer een 8,3 qua tevredenheid gaven. We moeten een schoon huis leven. Maar u zegt al even voor de helderheid van de discussie, waar gaat het dan precies wel om, waar meneer langsheen praat? Waar gaat het volgens u wel om? Het feit dat ik dus nu niet kan helpen en ik zit met een blok aan mijn been, met een wet werken en zekerheid, waar ik en
als ik nu mensen aanneem... Meneer Van Gerven, los van uw verhaal, zou dit dan inderdaad... stel dat die wet er niet bestond. Meneer wil helpen, maar hij mag niet. Je kan niet mensen helpen met 40% minder geld. Dat kan gewoon niet. Er is, waarom is TSN in de problemen gekomen? Die hebben werk aangenomen voor te weinig geld. Ja. Dat is duidelijk. Wat was hun oplossing? Loondump. 30%. Ja. Nou, dat heeft de rechter terecht verboden. Dat ze 30% moesten inleveren. Dat mensen die 12 euro bruto verdienen naar 9 euro bruto gaan. Dat is absurd. Dat is gewoon op het bestaans. Dat punt is duidelijk. Dat punt is helder. Mag ik even mevrouw Den Ham? Die doet hetzelfde wat u zojuist deed. Die loopt ook. Die wil ook bijna weglopen. Nu bent u aan de beurt, mevrouw Den Ham. Nee, ik loop niet. Maar volgens mij zijn er een paar dingen. De gemeente hebben verantwoordelijkheid. Zorgaanbieders hebben verantwoordelijkheid. Zorgaanbieders hebben verantwoordelijkheid om te anticiperen op wat er nu is. De verzorgingsstatus is op de manier zoals die was niet meer houdbaar. Dus we moeten allemaal die verantwoordelijkheid nemen. Want het gaat maar om één ding, namelijk om goede kwaliteit van zorg voor cliënten die daarop zitten te wachten. En ik vind dat heel veel zorgaanbieders het heel goed doen. En ik vind dat heel veel gemeentes daar gewoon hun rol in laten liggen. En ook de VNG die een regierol zou moeten vervullen om ervoor te zorgen dat die zorg op maat goed geleverd wordt dicht bij de mensen en de zorgaanbieders. Maar nu geven we elkaar even in dit gesprek. Mag ik even, we geven elkaar allemaal, of jullie elkaar of andere partijen, de schuld. Die maakt een fout, die maakt een fout. Maar ik zei net, dat beloof ik ook aan de kijkers. Jullie eigenlijk ook aan mij. Ja. We zouden een oplossing bieden. Ja, meneer Van Gerven, en uw oplossing is alleen maar meer geld? De oplossing is dat de mensen krijgen waar ze recht op hebben. Patiënten hebben recht op voldoende huishoudelijke verzorging. En die korting van 40% is een aantasting van de beschaving. Maar los daarvan, deze meneer zegt, ik wil hulp bieden. En er is voldoende geld. Er wordt 5 miljard weggegeven aan de, vooral ook aan de rijkeren van Nederland nu. Dat is wat het parlement nu in meerderheid gaat beslissen. Maar als wij van die 5 miljard 1/10 deel zouden besteden aan de huishoudelijke verzorging, dan hadden we vanavond niet... Meneer Van Gerven, u weet dat het de oplossing niet is, want u bent als SP niet de grootste partij van Nederland. U moet de coalitie sluiten, dus dat is geen serieuze oplossing. Ik weet dat niet gaat gebeuren. Jawel, het is een oplossing van beschaving om dat geld te geven wat nodig is voor de patiënt. U bent beschaafd en alle anderen niet? Die zijn onbeschaafd. Dit kabinet is een onbeschaafd. U wordt omringd door onbeschaafde mensen in het parlement. Jazeker. Als het gaat om de politiek die zij voeren, dat is een aantasting van de rechten die mensen hebben. Lijkt mij toch lastig debatteren gewoon met onbeschaafde mensen. Maar meneer Kokke wil nog een ander punt maken. Iets meer geld, dat zou zeker helpen. En ook de tarieven nu zijn iets laag. Dat is een punt, maar dat is niet het belangrijkste punt. Als we kijken... Waar ik voor pleit is dat we niet nu een of ander actieplan in elkaar gaan timmeren en eventjes iets repareren. We moeten fundamenteel gaan kijken van hoe gaan we nou die zorg in Nederland organiseren. Dat wil iedereen. Nee, we willen dat mensen langer thuis blijven wonen. Dan moet je ook zeggen, huishoudelijke ondersteuning heeft daar een hele belangrijke rol. Het gaat bij ons om de relatie tussen cliënt en medewerker. Vaak zijn het hele eenzame mensen waar onze medewerker ongeveer het enige structurele punt in de week is. Die heeft dus tijd nodig en die wil inderdaad, wat meneer Van Gerven zegt, wel normaal betaald krijgen. En die wil normaal betaald. Dus ietsjes meer, ik bedoel, de tarieven zijn iets te laag, maar 40% is niet alleen. Maar dat betekent een visie op de gezondheidszorg. En als je langer thuis wil blijven wonen, dan moet je dat ook zorgen. Mag ik even onderbreken? Een visie vind ik altijd een raar woord. Bedoelt u daarmee de principes, de beginselen? Dat is gewoon, wat bedoelt u daarmee? Nee, als visie wordt verkondigd langer thuis blijven wonen en vervolgens doen we daar niks mee. Dat betekent ook dat je huishoudelijke ondersteuning, dat je dat een belangrijke plaats geeft. Als mensen een stukje huishoudelijke ondersteuning krijgen, wij kunnen mensen een maand huishoudelijke ondersteuning bieden. Als ze dat niet krijgen, dan maken ze de keuze van oké, dan ga ik naar een verpleeghuis. 1 dag verpleeghuis, daar kunnen wij ruim een maand huishoudelijke ondersteuning. Als dit de analyse is, wie moet daarvoor zorgen dan, mevrouw Den Haan? Wie moet dat dan doen? Want er zijn meerdere partijen actief. Welke partij moet dan het voortouw hier nemen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat het niet alleen maar één partij is die voortouw neemt. De gemeentes hebben een regierol. Maar ik denk dat het gezamenlijk met de zorgaanbieders gekeken moet worden naar hoe dit op te lossen. Er is nu wet en regelgeving. De bezuinigingen zijn er. Daar moet het mee doen. Er wordt zo links en rechts ook nog wel extra geld uitgetrokken. Dat is niet alleen maar voldoende. Je moet ook transparant met elkaar de dialoog aan willen gaan. En niet alleen maar op die uurprijs gaan zitten onderhandelen. Want dan red je het niet. En er is er maar één de dupe, dat is de cliënt die zorg nodig heeft. Nou ja, als je dat gaat doen, is de cliënt de dupe, zegt mevrouw Den Haan. Nou, de gemeentes staan voor een onmogelijke opdracht. Je kan niet, als je bezuinigt 40%, als er steeds meer ouderen komen die thuiszorg nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven, wat de politiek wil, wat ook heel veel mensen willen, dan moet daar juist meer in geïnvesteerd worden. En gemeentes, en de ene gemeente doet het beter dan de andere. Maar om een voorbeeld te noemen, Amersfoort
die zegt van nou, wij betalen wat extra per uur. Maar die voeren dan weer een korting op het aantal uren hulp wat je krijgt. Per saldo betaalt dan de patiënt de rekening, niet het personeel. Maar dat is toch niet waar we, dat is toch niet waar we naartoe moeten. Je moet het omdraaien, je moet kijken. Ja. Tussen, zouden we zeggen, de hulpverlener en de patiënt, wat is er nodig? En daar moet gewoon de politiek en de samenleving, zeg maar, ja, het geld gewoon bijleveren. U ziet hem naar meneer Kok kijken. Bent u daarmee eens dat op deze manier moet? Nog steeds niet, hè? Nee, ja goed, er is iets te weinig geld en daar ben ik het mee eens. En die tarieven moeten zo zijn dat wij ons... Kun je dat geld ergens weghalen? Dat we medewerkers voldoende... Zou je dat ergens weg kunnen halen? Kan de gemeente bijvoorbeeld zeggen, we hebben dat geld dus niet geoormerkt. Dat betekent, daar mag ik mee doen wat ik wil. Ik kan er bijvoorbeeld minder aan infrastructuur, meer aan zorg. Zo'n harde keuze maken. Ik kan niet in de rekeningen van de gemeente kijken, maar dat zullen we volgend jaar zien. De gemeente gaan dit jaar geld overhouden op de WMO. Ja. En dat betekent? Fors geld over. En dat betekent? Omdat heel veel cliënten weggegaan zijn omdat ze een hele hoge eigen bijdrage moesten leveren. Dus die zijn allemaal weg. Dus ze hebben het geld, als ze dat iets meer bij de medewerkers bij de huishoudelijke hulp laten komen. Dan en dan is daarmee de zaak volgend jaar afgerond. Ja. En opgelost. Nee, maar dan hebben we één stukje, dat is het geldstukje. Het andere is de arbeidsmarkt die daar zit. En dat is waar we hier bij TSN het nu over hebben. 12.000 mensen die op straat komen te staan. En daar hebben we een wet werk en zekerheid die ons aan alle kanten bindt. Die is zojuist genoemd, dat is duidelijk. Ja. Geen oplossing in het gesprek, dat hadden we eigenlijk ook niet mogen beloven. Ik dank u alle drie hartelijk voor dit gesprek. En veel sterkte met de toekomst over dit onderwerp. Okay. En straks na de reclame, dan gaat het over terreur en aanslagen. Want die zorgen cynisch genoeg wel voor banen en innovatie. Die boodschap is cru, maar de defensieindustrie in Nederland die hoopt zijn slag te slaan. Zometeen meer.